blauwe steen. Dit tijdloze, felbegeerde materiaal weet iedereen te verleiden met zijn onovertroffen kwaliteit en mineraliteit. Tijdloos, blauwe steen uit Henegouwen is verstrengeld met onze geschiedenis. Zijn oorsprong valt samen met het eerste leven op aarde, meer dan 340 miljoen jaar geleden. Toen de tropische zee die onze regio overspoelde zich terugtrok, bleven versteende resten van crinoïdes achter. Diep verborgen in de ingewanden van onze aarde, verankerd in de microkristallijne massa, vormden zij na langdurige sedimentatie een erg compacte kalksteen, de blauwe steen. Bijzonder is blauwe steen, ook arduin genoemd, in alle opzichten. Zo wordt hij alleen aangetroffen in een scherp afgebakende geologische carbonaatader. Die doorkruist België van oost naar west en komt aan de oppervlakte in de streek van Soigny in Henegouwen, meteen ook de voornaamste Belgische productiesite. In 1888 zag de naamloze vennootschap Carrière du Hainaut het licht met als doel dit zeldzame, unieke materiaal te ontginnen. Welkom in Henegouwen, in de grootste sierkalksteengroeven van Europa. De eerste stap in dit lange ontginningsproces is de blootlegging. Blauwe steen moet worden bevrijd van de geologische lagen die hem al jaren hebben beschermd. Een laag klei en leem van ongeveer 20 meter dik. Deze materie wordt benut door externe bedrijven. Een laag grijze kalksteen van ongeveer 50 meter. In het Frans noemen we dit de rache. Ook deze laag wordt bewerkt door een partner die is gespecialiseerd in grind en aggregaten. Op 70 meter diepte stoten we tenslotte op de waardevolle blauwe steen uit Henegouwen. De vindplaats bevindt zich in de open lucht en bestaat uit 9 natuurlijke banken met een totale diepte van ongeveer 45 meter. De ontginningsmethode is helemaal afgestemd op de sterke helling van de banken, die rond de 12 graden bedraagt. Om de kwaliteit en het versnijden van het materiaal te optimaliseren, wordt de steen nauwgezet gemarkeerd, rekening houdend met de sedimentatie van de banken, de aders en de barsten. De banken worden eerst in de lengte gezaagd met een reusachtige kettingzaag op rails, de sleufzaagmachine. Deze zaagarm van 6 meter lang is voorzien van een ketting met diamanten segmenten. De sleufzaagmachine zaagt de bank door tegen de helling op aan een snelheid van ongeveer 3 cm per minuut. Vervolgens zaagt de sleufzaagmachine op rupsbanden de banken dwars door aan een snelheid van zo'n 4 tot 8 cm per minuut. De blokken van ongeveer 2 meter breed, die uit de bank worden gezaagd, ook wel koppen genoemd, worden vervolgens gekanteld op een puinbed en losgemaakt van hun natuurlijke bedding. Deze koppen wegen om en bij de 100 ton en zijn nog te groot en te zwaar om te worden vervoerd. De kop wordt verder verdeeld in 2 of 3 blokken. Met een boormachine op wielen maakt de steenbewerker gaten langs de sedimentatievoegen. Vervolgens plaatst de steenklever hydraulische spreiders in de gaten om de kop in meerdere blokken van ongeveer 40 ton te splijten. Die blokken worden zorgvuldig geëtiketteerd. Dankzij die etiketten kan het materiaal het hele productieproces lang erg nauwkeurig worden getraceerd, van de ontginning tot het eindproduct. De verkregen blokken worden met bulldozers afgevoerd naar een ruwopslag, waar ze worden gemeten, rechtgezaagd en geselecteerd. Een modern machinepark met vaste en verplaatsbare machines heeft de draadsnijder definitief vervangen. Ze kleven de geselecteerde blokken en snijden ze recht af in functie van hun toekomstige verwerking. In deze fase worden de stenen die niet voldoen aan de strikte kwaliteitsnormen van Carrière du Hainaut verworpen. Ze worden vergruisd en gebruikt in de bouwsector. De recht afgezaagde blokken worden afgevoerd naar de zagerij door machines die speciaal door Carrière du Hainaut werden ontworpen en geschikt zijn voor het vervoer van massieve blokken. Ze brengen ze naar de hoger gelegen werkplaatsen, waar ze aan de hand van verschillende technieken verder worden verzaagd.
De blokken die bestemd zijn voor de raamzaag worden vervolgens verplaatst door combiliften. Deze beweegbare bruggen zijn helemaal afgestemd op de noden van Carrière du Hainaut. Voorzichtig plaatsen ze de blokken blauwe steen één voor één op wagons. De geladen wagons worden vervolgens in raamzagen gezet, die de blokken evenwijdig met de sedimentatielagen doorzagen. De raamzaag is te vergelijken met een enorme broodsnijmachine en heeft een reeks zaagbladen van 4 meter lang met diamanten segmenten. Met een horizontale heen- en weergaande beweging wordt de blauwe steen dag en nacht versneden aan een snelheid van 30 cm per uur in platen van 1,5 tot 15 cm dik. Wanneer het blok verzaagd is, wordt het vastgezet met stutten. Het kan dan naar de opslagplaats vertrekken, waar de platen worden geselecteerd en geclassificeerd op kwaliteit en dikte. Zoals in elke verwerkingsfase wordt ook hier een minutieuze kwaliteitscontrole en selectie uitgevoerd. Een bijzonder geschikte techniek om te garanderen dat de dikke platen helemaal vlak zijn, is de riemzaag. Deze verzaagt de blokken blauwe steen aan een snelheid van 180 cm per uur. De grote cirkelzagen zijn dan weer geschikt om de blokken in tegendraadplaten en in dikke platen te snijden, om de materie zo goed mogelijk te benutten. Tijdens het hele ontginnings- en verwerkingsproces van de blauwe steen is water een onmisbare en alomtegenwoordige bondgenoot. Door de ontginning komt in de steengroeven een grote hoeveelheid bemalings- en bronwater vrij, waar Carrière du Hainaut verantwoord en spaarzaam mee omspringt. Het opgepompte bronwater wordt langs ondergrondse leidingen afgevoerd naar het zuiveringsstation van de Waalse Watermaatschappij in Neuville. Het bevoorraadt meer dan 40.000 gezinnen. Het water dat bij de verschillende verwerkingsprocessen te pas komt, blijft in een gesloten circuit. Het steenstof dat daarbij in het water terechtkomt, wordt er weer uitgehaald in een reeks bekkens of bezinktanks. Na het zuiveringsproces is het weer gebruiksklaar. In de zagerijen werd de ruwe steen verwerkt tot half afgewerkte producten. Nu vertrekken de platen blauwe steen naar de opslagzone van 12 hectare groot. Al naar gelang hun dikte worden ze binnen of buiten bewaard. Carrière du Hainaut gebruikt een traceersysteem om deze voorraad te beheren. Zo wordt het materiaal optimaal benut en opgevolgd, van de ontginning tot aan het eindproduct. Sommige platen worden direct verkocht aan de verdelers, met de ruwe gesneden toplaag, maar andere ondergaan een oppervlaktebewerking in de verschillende afdelingen. De onlangs aangekochte, numeriek bestuurde machines met spitstechnologie maken verschillende oppervlaktebewerkingen mogelijk. De polijstmachine kan met zijn roterende koppen verschillende afwerkingen verkrijgen, afhankelijk van het type schuursegmenten, de snelheid en de rotatiedruk. Enkele voorbeelden zijn de lichte en donkere gezoete afwerking, de gepolijste of geschuurde afwerking en de Eno Passo. De grootste technologische innovatie van deze intelligente machine is de detectie van eventuele oneffenheden door de platen systematisch te scannen. De machine corrigeert direct alle gedetecteerde onvolmaaktheden. Tot slot worden de bewerkte platen zorgvuldig gecontroleerd, geëtiketteerd en gefotografeerd. De nieuwe mechanische lijn voor oppervlaktebewerking past verschillende behoudingstechnieken toe, zoals vlammen, bouchardéren en rotobouchardéren, schareren enzovoort. Deze machine van de laatste generatie kan 370 vierkante meter blauwe steen per dag bewerken. Momenteel wordt een twintigtal afwerkingen van Carrière du Hainaut in dit bewerkingscentrum vervaardigd, zoals blauw gevlamd, Eno Touch, Eno Luce, Eno Design, gefrijnd, gegradineerd en nog veel meer. Deze nieuwe behoudingsmachine zet bovendien de deur open voor tal van mogelijke combinaties en innovatieve, exclusieve afwerkingen. De volledige lijn is opgesteld in een geluidsdichte ruimte, met het oog op een comfortabele, gezonde werkomgeving. In dit debiteercentrum versnijden meerdere debiteermachines de platen tot afgewerkte producten, zoals tegels en muurbekledingen.
Bij Debiteercentrum hoort ook een lijn die afvalmateriaal recupereert. Deze lijn snijdt geschramde of beschadigde tegels bij tot een kleiner formaat, zodat de ontgonnen grondstof maximaal wordt benut. Na debiteren krijgen sommige tegels nog een specifieke afwerking in weer een andere machine, zoals de trommel of de verouderingsmachine. Met een trommelwerking worden de tegels van blauwe steen op natuurlijke wijze gepatineerd. Zo krijgen ze een verweerde uitstraling, die doet denken aan oude kerktegels of ouderwetse boerderijen. Het zijn de Enostiel-tegels van Carrière du Hainaut. De kloofmachines kloven de steen tot kasseien of muurplaten, waarin de ruwe structuur en glinstering van blauwe steen zichtbaar zijn. Deze producten lijken enigszins op graniet, vandaar de bijnaam Klein Belgisch Graniet. Hoewel hij bij het bewerken van de steen door machines wordt bijgestaan, blijft de mens de ultieme garantie voor kwaliteit. Zijn ervaren oog merkt de kleinste defecten op om stukken die niet aan de opgelegde kwaliteitsnormen voldoen te verwijderen. Sommige fijne en originele bewerkingen vergen gevoeligheid, geduld en ervaring. Machines zijn daar niet voor geschikt. Hier komt de know-how van de steenbewerkers en hun onvervangbare handigheid in het spel. Bijvoorbeeld om gebogen en decoratieve stukken te vervaardigen. Bij Carrière du Hainaut bestaat er een sterke band tussen de mens en de steen. Oeroud, maar springlevend. Op de werkplaats komt veiligheid op de eerste plaats. Er bestaat een uitgebreid programma voor de opleiding, begeleiding en sensibilisering van het personeel. Bovendien worden de werktuigen en werkruimtes voortdurend geanalyseerd en verbeterd. Het bedrijf is begaan met zijn impact op het milieu. Met een duurzame en verantwoorde aanpak tracht het de plaatselijke grondstoffen te valoriseren, om zijn voetafdruk op de natuur te beperken en haar terug te geven wat haar toekomt. Het bedrijf treft niet alleen maatregelen om de onontgonnen bovenlagen te valoriseren. Het kiest ook voor een verantwoordelijk water- en energiebeheer. Op het dak van de werkplaatsen en de parking zijn bijna 4000 zonnepanelen geïnstalleerd. Deze produceren ongeveer 1 miljoen kilowattuur per jaar voor de installaties van de steengroeven. Carrière du Hainaut neemt ook deel aan het Europees project Life in Quarries, dat de prille biodiversiteit in steengroeves wil beschermen en bevorderen. Bij aankomst worden de vrachtwagens geregistreerd en gewogen op een weegbrug, waar ze ook bij vertrek weer overrijden. De bestelbonnen worden gecontroleerd en de veiligheidsvoorschriften worden overlopen. Vervolgens gaan de professionals naar de laadzone, waar de platen met rolbruggen plat of op schragen worden geladen, al naar gelang hun dikte. Afgewerkte producten worden op pallets geladen. Voordat de vrachtwagen weer langs de laadbrug passeert, worden de goederen correct vastgezet, zodat de lading veilig is. Carrière du Hainaut kan rekenen op een netwerk van professionele kundige steenbewerkers met een passie voor natuursteen. Zij verkopen enerzijds de afgewerkte producten van Carrière du Hainaut en vervaardigen anderzijds producten volgens de wensen van particulieren en architecten.